Daar is die. Oh, Eternatus. Oh, hier heb ik dus voor getraind. Yo, Nintendo fans. Daar gaan we dan, jongens. De final match. Challenger Nussie tegen Leon. En ik moet zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig. We hebben het gered tot het eind van deze Nuzlocke, jongens. En nu gaat het gebeuren. En hier gaan we het opnemen tegen de kampioen. Leon. Ah, met zijn dik Charizard. Nee. Wacht even. Ik heb een steenaanval nodig. Geen één van mijn Pokémon heeft een steenaanval. Kan ik mijn Pokémon een steenaanval leren? Want die is 4 keer super effective tegen Charizard. Ik heb hier Rock Tomb, die kan ik leren. En Rock Blast, maar die kan ik dan weer niet leren. Maar Rock Tomb wel, en die kan ik leren aan Heliolisk. Ja, en Heliolisk, dat is misschien een goede counter tegen Charizard, want die is sowieso Electric type. Let's do this! Ik heb nog wel een plekje vrij bij Heliolisk. Ik kan zijn Volt Switch prima weghalen. Die gebruik ik eigenlijk toch nooit. Verder heeft hij nog allemaal ijs-Pokémon. Daar heb ik Glalie voor. Maar Glalie is niet heel sterk. Eigenlijk wil ik Draining Kiss leren. Ah, oh, ik had nu echt nog Grimmsnarl nodig. Breaking Swipe kan ik ook nog leren. Maar die kan ik alleen aan Heliolisk leren. En die wil ik echt bewaren voor Charizard. Die wil ik full HP tegen Charizard laten battelen. Slowbro kan ik ook ijsaanvallen leren. Ice Beam bijvoorbeeld. Ja, maar wat gaat er dan weg? Ik denk dat ik dan toch Surf weg ga halen. Ah! Ah, ik weet het niet, want Surf die kan ik ook weer nodig hebben tegen Charizard. Maar hij heeft ook nog draak-Pokémon, dus ik zou dit wel nodig kunnen hebben. Ik weet niet of dit een goede keuze is, maar ik ga Ice Beam leren aan Slowbro. En dan hoop ik dat we er klaar voor zijn, jongens, voor de finale. Ik begin met Diggersby. Diggersby overleeft alles, jongens. Diggersby heeft het al zo vaak net overleefd met 4, 5, 6 HP. Ik verwacht niet dat we dit gaan redden zonder Pokémon te verliezen, jongens. Leon zal toch wel een Pokémon van mij slopen. Hij is niet voor niks de kampioen. Ik heb ook niet getraind nu, hè, jongens. Voor deze battle heb ik niet extra getraind. Voor de vorige 2 battles wel. Nu niet. Worden we kampioen in deze Nuzlocke Challenge? Ja of nee? Dat is de grote vraag. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik proberen om nu Leon te verslaan. Daar is hij. En hij begint met een E-slash. En ik begin met Diggersby. Let's go, Earthquake. Diggersby is sneller. Die gaat voor King's Shield. Ik weet wel dat ik altijd moeite heb met deze E-slash. Want hij beschermt zich nu. En dan gaat hij me nu waarschijnlijk aanvallen. Maar ik ben sneller met Earthquake. 2 Earthquake's en het is klaar. Dat is nice. Maar wat gaat hij nu voor aanval doen? Dat is de grote vraag. Hij gaat voor Sacred Sword en die gaat pijn doen. Die gaat pijn doen. Ik overleef het wel. Dat is super fijn. Oké, nice. Ik ben sneller toch, jongens? Ik ben sneller. Ja, nice. Ik ben sneller. Oké. AD Slash, de eerste Pokémon, is weg, jongens. De eerste hebben we gefixt met Diggersby. En Diggersby gaat naar level 66. En nu, Seismitoad. En dan kiezen we natuurlijk voor Rillaboom. Want gras is 4 keer super effective op Seismitoad. En dan kies ik voor Rillaboom. Want gras is 4 keer super effective op Seismitoad. En dan kan ik misschien gelijk even mijn Diggersby healen. Want misschien heb ik mijn Diggersby nog wel nodig. Tegen niet de Scorbunny, maar die Final Evolution. Cinderace, die bedoel ik. Dus laten we even een Max Potion knallen op Diggersby. Even afwachten wat hij gaat doen. Hij gaat voor Toxic. Hij gaat mij nu vergiftigen. Nou heb ik wat full heals ingeslagen die we eventueel kunnen gaan gebruiken straks. Dus dit vind ik niet super erg. Ik ga hem gewoon aanvallen met Drum Beating. En dan verwacht ik dat Seismitoad in 1 keer kapot is. Wij zijn ook sneller dan Seismitoad. Dus dit moet wel goed gaan komen. Ja, lekker. De tweede Pokémon van Leon is down. Hier hebben we nog goede counters voor, jongens. Heliolisk gaat naar 64. Rillaboom naar 66. Dat is lekker. Chill dat Heliolisk nog even een leveltje omhoog gaat. Hij is ook super snel. Dus ik hoop dat wij straks sneller zijn dan zijn freaking Charizard. Oké, ik ben dus badly poisoned. Dat is niet chill. Maar hij gaat nu voor Cinderace. En dan gaan wij weer switchen naar Diggersby. Nou, denk ik wel dat zijn Cinderace sneller is. Dus ik hoop dat wij gewoon minimaal 2 klappen op kunnen vangen. Hij is inderdaad sneller. Oh, hij kent Acrobatics. Oké. Daar overleven we 2 klappen van, jongens. Nice. Overleeft hij het ook? Oh, hij overleeft het ook net. Dit is jammer. Hij gaat voor nog een keer Acrobatics. Die zal ik wel overleven, denk ik. Ja, lekker. Oké, Earthquake erbovenop. Beam. Cinderace is ook down. Dat is de derde, jongens. Oh, dit is de derde. Maar dit waren tot nu toe, denk ik, nou ja, sowieso de 2 makkelijkste. Cinderace, denk ik, en Seismitoad. Slowbro en Persecutor gaan beide een level omhoog. Slowbro is al 67. Dat is chill. Dan nu, Haxorus. Dan gaan we schakelen naar Glalie. Glalie is mijn laagste level Pokémon. Die is level 62. Dan ga ik voor Ice Fang, omdat ik hem hoop te bevriezen. Oh, hij mist me met Iron Tail. Oh, nee, ik mis ook. Iron Tail is een probleem. Laat me even wisselen naar Persecutor. 1 Iron
Iron Tail op Glalie's hoofd en Glalie is weg. Wat ga je nu doen? Je gaat nu ook Iron Tail doen. Dat is not very effective. Dat is chill. Ik ga denk ik even mijn defense boosten met Iron Defense. Oh, Earthquake. Oké, Earthquake. We zijn Persecutor kwijt. Oh, wat naar. Oh nee, Persecutor is weg, jongens. Ja, dat had ik even geen rekening mee gehouden. Oké, we doen Ice Beam. We zijn nu sneller door de Quick Draw Ability. Ik ben benieuwd of damage Ice Beam gaat doen op Hexorus. Kijk, dit is super chill. Hexorus gaat weer voor Earthquake. Hoeveel damage doet dat? Ja, dat is ook super effective. Ik weet niet hoe ik dit aan moet gaan pakken, jongens. Ik weet het niet. Ik ga maar even healen en dan kijk ik wat er gebeurt. Hopen dat hij een keer geen Earthquake gaat gebruiken. Hij doet nu Outrage. Hoeveel damage doet Outrage op mij? Hij damage zichzelf daar ook mee als het goed is. Ja, want ik heb de Rocky Helmet weer gegeven. Let's go, dan gaan we het gewoon op deze manier proberen. Hyper Potions geven aan Slowbro. Ja, hij gaat nog een keer voor Outrage. Lekker. Maar overleef het alsjeblieft. Ja, ik overleef het. Oké, Hexorus is ook down. Nice. Dat is lekker. Dat is chill. Oh man, maar Persecutor is weg, jongens. Glalie is er nog wel. Ja, nu Dragapult. Dan kan ik gewoon Slowbro niet gebruiken. Want Dragapult is ook Ghost-type. En Ghost is super effective tegen Psychic. Dus ik moet wisselen. En dan wisselen we voor Glalie. Oh man. Dit is zo spannend. Nu is het alleen te hopen dat hij geen Fire-type attacks kent. Hij is denk ik sowieso sneller. Ja hoor, jij kent Flamethrower? Nee man. Oh, ik overleef dat? Ik overleef dat beter. Waarom mis je de hele tijd, Glalie? Je hebt twee keer mogen aanvallen en je mist twee keer. Wat ben je nou aan het doen, man? Dan moeten we die Flamethrower even drainen. Volgens mij kan hij maar 5 keer Flamethrower gebruiken als het goed is. En ik ben burned. Ah! Gelukkig heb ik full restores gekocht, jongens. Kijk, hoppakee. Dan is de burn weg en dan zijn we weer full. Hij doet nu Thunderbolt. Die mist die. Die brokt die. Oké, die was flauw. Kijken of we nu iets terug kunnen doen. Hij gaat weer voor Flamethrower. Ik hoop maar alleen dat het niet critical wordt. Als het critical wordt, hebben we een probleem. Ga je nu raken met Ice Fang? Bevries hem alsjeblieft. Bevries hem. Oh, nee. Ja, we moeten dit met die potions gaan doen. En dan hopen dat hij gewoon nog een keer mist. Freaking Flamethrower. Ik kan dus ook nooit Rillaboom gaan gebruiken nu. Ik moet wachten tot hij mist. Ik laat mijn Glalie niet in de steek. We zijn Persecutor al verloren in deze battle, jongens. Ja, hij mist weer. Nice. Deze aanval heeft dus 95% kans om te raken, hè. Ik heb nu 2 van de 3 gemist. Ik ga hem toch niet nu nog een keer missen. Hij gaat voor Flamethrower. Please, geen critical hit. Please. Lekker. Oké, Glalie leeft nog. Raak hem alsjeblieft. Ja. Dragapult is down. Lekker. Oké, dit was een moeilijke, jongens. Dit was een moeilijke, maar Dragapult is down. En 5 Pokémon van mij leven nog. Dan komt het er nu op aan, jongens. Charizard. Dit is zijn laatste Pokémon. En wij gaan uiteraard ook wisselen. Wij gaan wisselen naar Heliolisk, die de MVP moet gaan worden. Let's go. Please, Heliolisk. Wees sneller dan Charizard. Dat is het enige wat ik vraag. Heliolisk, ik heb jou bijna als laatste ontmoet van mijn hele team. Dit is het moment om jezelf te bewijzen. Level 65 Charizard tegen level 64 Heliolisk. Let's go. Dynamax. Max Rockfall, want die is 4 keer super effective. Ik ben sneller. Dit wordt spannend. Voel de hype, jongens. Dit is het moment dat we Pokémon kampioen worden of niet. Hij gaat zijn Charizard gooien. Zijn G-Max Charizard. Daar is hij. Wat een baas. Dit is zo'n vet Pokémon design, jongen. Met die brandende vleugels. Super vet. Oké, let's do this. Max Rockfall. Ik heb hem net voor deze battle aangeleerd. Een Rock-type move. Hij overleeft het goed. Er komt wel een Sandstorm. Hopelijk maakt die Sandstorm mij nu niet kapot. Hij doet ook Max Rockfall. Oh, nee. Oh, dit overleef ik prima. We hebben hem, jongens. We hebben hem. Nog een keer Max Rockfall erbovenop. Heliolisk. Heliolisk maakt ons Pokémon kampioen met zijn Max Rockfall aanval. Lekker. Daar gaat hij, Charizard. We hebben het gedaan. Persecutor is gesneuveld. Maar het is gebeurd. Gooi allemaal die duimpjes omhoog, jongens. Ik wil minimaal 1000 duimpjes voor deze video. We zijn gewoon Pokémon geworden in de Nuzlocke Challenge. In Pokémon Sword and Shield. Wat vet. Ja!
Piet, lang geleden, vriend. Ja, hiervoor kom ik wel even terug, hè. Bah! Moet je me ook nog feliciteren of zo? Nee. Oh, oké, okay, nou dan niet. Het is gedaan. Het is gebeurd. Ik ben ook echt wel blij dat Glalie redelijk sterk is geworden, jongens. Want Glalie heeft onze ass ook wel gered, hoor, jongens. Daar is Hoppie en mijn moeder en Leon. Ja, hoor. Laat even trouwens in de reacties weten of je wilt dat ik doorga met de game. Want ik bedoel, we zijn nu Pokémon kampioen. Officieel hebben we de Nuzlocke gewoon gehaald. Maar we kunnen natuurlijk nu nog de DLC en alles gaan doen. En dan kijken of we dat ook nog overleven allemaal. Dan gaan we gewoon nog even door met deze serie. Laat het weten in de reacties. Yay! Kampioen Nuzzie! Vuurwerk! Hey, hey. We hebben vuurwerkverbod, jongens. Dit mag niet. Dit mag niet. Doe nogmaals dat duimpje omhoog. Laat even een reactie achter. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Wat het dan ook mag worden. Mazzel!